Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag gevulde volkoren pannenkoeken maken. Ik heb nodig 400 gram volkoren bloem plus 150 gram gewone bloem, 890 ml melk, champignons, olijven, paprika, uien, koriander, kruiden. Ik gebruik standaard Marokkaans kruiden, maar je kan kruiden wat je lekker vindt gebruiken. Boter om in te bakken, olie en 2 blikjes tonijn. Bismillah, we gaan beginnen. Ik begin eerst met de vulling. Dan kan de afwas een beetje afkoelen. Bismillah, een beetje olie in de pan. Dan zet ik het vuur een beetje hoger. Eerst de uitwrijten. Ik doe nu de paprika erbij. Op hoge vuur. Maar ik ga het even snel bakken. Ik laat het niet heel zacht worden, maar gewoon een beetje krokant. Maar als jullie van zachte paprika houden, gewoon door laten bakken. Ja, ik doe nu de champignons erbij. Zo. Ik doe nu de kruiden en de zout erbij. Mijn kruiden kan je van gebruiken wat je hier zelf lekker vindt. Deze is bijna klaar. Ik doe nu de koriander erbij. En de olijven. Ik heb olijven in plakjes. Ik zet hem nu uit. Ik vind het zo wel goed. Maar als jullie van zachte champignons en paprika houden, dan gewoon laten doorbakken. Ik vind het zo goed. Zo. Ik doe nu de tonijn erbij. Het tweede blikje. Ik gooi altijd de overige olie weg. Maar als je het ervan houdt, gewoon laten. Zo. Nou, even deze goed samen doen. Nou, dit is de vulling. Die laat ik nu even een beetje afkoelen. Het hoeft niet helemaal afgekoeld te zijn, maar een beetje. Ik ga nu met pannenkoekenbeslag bezig. Dus deze laat ik even afkoelen. En dan ga ik met pannenkoekenbeslag verder. Ik doe de volkoren bloem plus de gewone bloem in een kom. Dus 400 gram volkoren bloem plus 150 gram gewone bloem. Ik doe een klein beetje zout erbij. Een klein beetje. En dan doe ik eerst de helft van de melk en daarna doe ik de andere helft. En dan doe ik de andere helft. En dan heel goed mixen. Zodat er geen klontjes erachter blijven. Nou, heel goed mixen. Maar als je vindt dat dit nog te dik is, gewoon een beetje melk erbij doen. Want je hebt verschillende bloemsoorten. Dus de ene neemt snel de vocht op en de andere weer niet. Dus je moet zelf even kijken of je meer melk nodig hebt of juist niet. Dus het ligt net aan wat voor soort bloem je gebruikt. Nou, dit is denk ik klaar. Ik ga nu beginnen met bakken. Nou,
Bismillah, we gaan beginnen. Met een glansje boter in de pan. Zo. Ik doe 1 soeplepel van het beslag in. En dan even met je pan draaien, zodat die helemaal rond is. Deze laat ik even rustig, ja, niet te hoog, maar ook niet te laag, maar middelmatig vuurtje. En dan rustig laten bakken. Als je beslag te dik is, gewoon een beetje melk toevoegen. Een beetje hoger zetten. Ik ga het nu omdraaien. Zo. En dan even laten bakken aan de andere kant. Een beetje draaien. Nou, deze is bijna klaar. Ik ga hem weer omdraaien. Zo. Nou, deze is klaar. Zeker. Nou, gaan we met de volgende bezig. Die. Een beetje boter. Zo. Ik wil altijd 1 soeplepel van die slag in de pan. En nu even naar bakken. Ik doe het vuur een beetje hoger, zo. Zo. Ik ga hem draaien. Zo. En dan laat ik hem ook aan de andere kant bakken. Ik ga nog een keer draaien. Nou, deze is klaar. Ik ga nu verder met 2 pannen. En dan, het is bijna iftartijd, dus ik ga met 2 pannen verder, zodat ik op tijd klaar ben. Ik zie jullie zo. Nou, ik ben klaar met bakken. Ik ga ze nu vullen. Bismillah. Ik heb tonijn gebruikt. Je kan ook kip of gehakt, vegetarisch, dus vulling. Keuze is aan jezelf. Bismillah. De eerste. Ga ik nog eentje vullen. Dat is de tweede. Ik ga zo verder. Ik ga ze allemaal vullen. En dan zie ik jullie zo. Tot zo. Ik ben klaar met vullen. Ik ga ze straks even door midden snijden. Dan laat ik jullie even de binnenkant zien. Nou, dit zijn ze. Zo zijn ze geworden. Dit is de binnenkant. Ik heb het met tonijn gevuld. Maar je kan ook gehakt of kip of vegetarisch. De vulling is naar wens. Dit was het voor vandaag. Het is bijna iftartijd. Sahaf terkom. Dank jullie wel voor het volgen. En wie weet tot de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.